ons ging verlaten, ontstond het idee om je muzikaal te bedanken. Speciaal voor deze gelegenheid heb ik een nieuw werk gecomponeerd, genaamd Burgemeester Jette. Graag overhandig ik u de partituur als aandenken en namens de vereniging een mand met streekproducten. En een nieuw werk moet natuurlijk ooit in première gaan. En dat gaan we nu voor u voor de eerste keer doen. Veel luisterplezier met de première van Burgemeester Jette door muziekvereniging Harmonie Overburg onder leiding van Hans de Dulder. Dank u. Goedenavond, dames en heren. En jongens en meisjes, als die er zijn. Van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Sluis. En de nieuwjaarstoespraak is een goede gewoonte in deze gemeente. Successen vieren en verwachtingen delen. Dat is wat we doen met de nieuwjaarstoespraak. Het is van belang in het kader van de samenwerking tussen inwoners en met bedrijven. En ook tussen mensen onderling. Ook vandaag, dames en heren, wil ik met u stilstaan bij de verwachtingen voor het nieuwe jaar. Ik doe dat wel deze keer op een wat andere manier. Ik doe het ook niet alleen. Zoals ik al zei, inwoners, ondernemers en gemeenten maken de gemeente. Ik heb willekeurige burgers uitgenodigd die ik in 2016 heb ontmoet en die mij hebben geraakt. We vroegen hen naar hun verwachtingen voor 2017 en naar hun wensen voor zichzelf of de gemeente of de wereld. Laat zien 2017! Ik ben erg blij met de bijdrage die wij hebben gekregen voor het Glazen Huis. En ik hoop dat wij veel mensen hiermee gaan helpen en dat het bedrag goed terechtkomt. Ik hoop dat iedereen in 2017 omringd wordt door vrienden en familie. Waar ze samen hele mooie tijden en heel mooie dingen mee kunnen beleven. En ook in momenten als het wat minder gaat, dat ze steun aan elkaar hebben. Zodat het voor iedereen een mooi 2017 wordt. Hallo, ik ben Ahmed Al-Ahmad. Ik ben van Syrië. Ik kwam hier last year met mijn zoon. En voor 1 maand breng ik all mijn familie. I am from Syria, from Aleppo city. We are so safe here, me and my family, my kids, my wife. I want to say thank you so much for Netherlands, for the government and for the people, very nice people and government. And I wish, I hope next year, 2017, it's very nice for the people for in Netherlands. And for Europe all, and especially in my country, also Syria, I hope the peace is come in my country, especially in my Aleppo city. And thank you so much. Thank you. Nou, ik hoop dat 2017 een goed jaar wordt. Dat ik slaag voor mijn rijbewijs, dat ik daarna heel veel kilometers kan gaan maken in mijn Subaru. Dat ik heel veel tijd doorbreng met mijn familie en vooral met mijn vriendin. En dat het gewoon een leuk, mooi en gewoon een gelukkig jaar wordt, dat zou ik het beste vinden. In 2017 ben ik weer kandidaat voor de Tweede Kamer.
En natuurlijk hoop ik dat ik vanaf volgend jaar het geluid in Den Haag, het Zeeuwse geluid, mag blijven vertegenwoordigen. En misschien nog beter het Sluisse geluid. Want we hebben een prachtige gemeente in Sluis, waar we trots op mogen zijn. Dag burgemeester, hier sta ik met een echte Sluisse kanjer. Lang, lang. Goed zo. Op 14 juli vorig jaar hadden wij met elkaar op school een prachtig feest, waarin we Jorik en al zijn klasgenoten in het zonnetje hebben gezet. Omdat ze zo lang met elkaar zo fijn opgetrokken zijn op deze school. Jorik, zie jij je klasgenoten nog wel eens? Ja. Wanneer ga je ze zien? 11 januari 2017. Dan gaan we met alle kinderen uit zijn klas op bezoek bij Jorik op zijn nieuwe school. Hé Jorik? Ja. Heb je er zin in? Heel erg. Heel erg. Goed burgemeester, u gaat nu naar Vlaardingen. Wij blijven hier. Wij krijgen vast nog veel meer sluizenkanjers. Maar we wensen u er in Vlaardingen ook heel veel toe. Veel succes. Veel succes. Wensen iedereen een gelukkig 2017. Nou. Ja, voor het effect had ik zelf ook niet van tevoren gekeken. Ik vond het wel mooi, moet ik eerlijk zeggen. Na deze spontane wensen van deze mooie inwoners heb ik eigenlijk niet zo heel veel meer toe te voegen. Mensen zeggen het zelf al. En ook namens het gemeentebestuur van Sluis, de gemeenteraad en het college wens ik u een gezond en gelukkig 2017. Ik wil alle deelnemers, er zijn een aantal hier vandaag aan het filmpje, heel hartelijk bedanken voor hun deelname. Het was echt best wel even stress om het allemaal voor elkaar te krijgen. En ook voor de mooie woorden. Ook dank aan Omroep Scheldemond voor de samenwerking en het tot stand komen hiervan.